Ah, leuk dat je even kijkt. Ik laat je in dit korte filmpje zien wat een Steadicam is en wat die doet. Het is een voorziening om te zorgen dat een bewegende camera de beelden vloeiend weergeeft. Als we lopen, dan veroorzaakt elke stap eigenlijk een schok. Maar ons brein filtert dat uit en daarom zien we dat niet. Een camera op zich kan dat natuurlijk niet uitfilteren. Dus als je meekijkt in het beeld wat deze camera geeft, als je hem op je schouder zet, dan zie je het eigenlijke beeld wat via je ogen binnenkomt. Dat onrustige beeld wordt natuurlijk nog versterkt als we een trap opgaan of we hebben een opstapje. Een goede cameraman kan een deel wel opvangen, maar niet alles. Het is al een hele verbetering om de camera in je hand te houden in plaats van op je schouder. Immers, met een drankje loop je ook zonder problemen rond. Maar met de camera in de hand blijven er twee nadelen. Niet alle bewegingen worden goed gecompenseerd. En sommige camera's zijn te zwaar om lang in je hand te houden. Het eerste nadeel van de bewegingen die nog storend zijn, die kunnen we opvangen door een tegenwicht onder de camera te houden. En het tweede nadeel, dat het allemaal te zwaar is, dat vangen we op door een zogenaamd vest. En daaraan zit een arm met veren en die veren die compenseren het gewicht van de camera. Als de veren en het evenwicht goed zijn ingesteld, zal de camera verticaal blijven hangen en bewegingen die ik maak worden gecompenseerd en het beeld zal vloeiend zijn. Dat gebeurt ook als ik loop of als ik een opstapje opga. En dat laat ik je even zien. Kijk maar even mee. Stabilizer is het onderdeel van de Steadicam dat de camera in evenwicht houdt. Ik haal hem er eventjes af. Een stabilizer heeft drie eigenschappen waardoor hij de camera in evenwicht kan houden. Het eerste is de flexibele ophanging, waardoor bewegingen van de arm of eventueel van je hand helemaal worden gecompenseerd en geen invloed hebben op de camera. Een tweede belangrijk punt van de stabilizer is de hoogte waarop de arm aan de stabilizer vastzit. Een paar millimeter hoger of lager kan het evenwicht al verstoren. Dat moet dus heel precies worden afgesteld. Het derde punt bij de stabilizer van belang is hoeveel gewicht er onderaan hangt. Het beste is zo min mogelijk, maar het moet uiteraard voldoende zijn om de camera in evenwicht te houden. En als dat allemaal klopt, dan zie je dat die op de hand ook werkt. Alleen, dat is natuurlijk veel te zwaar. Dus vandaar dat ik hem graag weer dadelijk op de arm zet.